Heb je een beetje zin in? Ja, ik heb er wel zin in, ja. Ja? Hoeveel ga je eruit halen? Ik hoop alles. Ze gaan plastic verzamelen. Dus ze gaan met afvalgrijpers gaan ze het plastic uit de Vliet halen. En dan morgen vertrekken we vanuit Leidschendam-Voorburg. De dag daarna een etappe van Den Haag naar Delft. En vrijdag de finale in Delft. Alles bij elkaar suppen de jongeren dus een flink aantal kilometers in hun laatste vakantieweek. Voor hun eigen plezier, maar zeker ook voor het milieu. Het is natuurlijk best een frustrerend onderwerp. Hè? Ook als je denkt aan de plastic soep die we hebben in de oceaan. Maar we proberen eigenlijk door mensen op een leuke manier daarvan bewust te maken. Dat ze ook in hun eigen omgeving daar gewoon echt wel een steentje aan bij kunnen dragen. En dat we langzaamaan met elkaar bewust worden van... Hé, die plastic tasjes zijn gelukkig al verboden. Maar ook dat kleine papiertje wat net even wegwaaide. Pak het toch nog eventjes op. Gooi het in de prullenbak. Kijk ook even naar je verzorgingsproducten. Bijvoorbeeld body scrubs en tandpasta's, daar kunnen ook microplastics in zitten. En die microplastics proberen de jongeren te vangen in dit sleepnet, zodat de TU Delft onderzoek kan doen naar de verspreiding ervan. Hoeveel denk jij dat je jullie ophalen? Nou, zeker niet al te veel, omdat het niet zo heel goed ding is. Maar ik hoop dat we wel een beetje plastic uit de Vliet gaan halen. Wat verwacht je aan het eind van de middag hier aan te treffen? Het is nu echt een test. Dit is de eerste keer dat we dus ermee gaan varen. We hebben hem vorige week getest op drijfvermogen. Dat doet hij goed. En nu gaan we kijken hoeveel we kunnen vangen. Ik verwacht dat we zeker wel iets gaan vinden. Want zoals we weten, plastic is overal. Maar hoeveel, dat zou ik nog niet durven zeggen. Want daarvoor is er ook echt op dit moment te weinig kennis vanuit de wetenschap.